Buiken! Buiken! Het kan eens goed Pascal zijn hoor, maar Pascal me wel echt hard kunnen killen op de belt. Toen licht uit en toen lag er een lijk. Een lekker kom. Oké, daar gaan we weer. Wat zijn we nu? Oi, oi, oi. Oh man, we met Erwin in deze map. Oh. Oké, dat wordt even wild. Ja, oké. Nou, Duncan is nu al suspicious. Duncan let heel erg op de groene balkjes. Dat is een ding. Dat is een ding. Duncan moet meteen dood. Hij gaat waarschijnlijk nu ook al een meeting callen. Ik denk dat Duncan zijn speelstijl dat is, to be honest. Dus ik ga kijken of ik hem kan killen. Wow. Nee. Ik zei het omdat ik haar beschuldigde de hele tijd. Dat ze daarom mij killde. Niet andersom. Ik wou net op de button gaan drukken. Want ik zag op de harpy monitor dat er twee jongen waren. Ja, volgens mij bullshit, Puck. Want jij liep volgens mij als een van de eerste die laboratory kant op. Toen ging de licht uit en toen lag er een lijk. Wie is gevonden? Was ik al uit, de body van Siri lag bij dat scanplatform in laboratorium helemaal recht. Ja, daar? Okay. Helemaal boven. Wie zijn er richting laboratorium gegaan in het begin? Ja, ik hè. En ik was er met nog iemand. Ik was... Hallo Ryan. Mag ik wat zeggen? Ik met Ryan inderdaad. Nee Joost, hou Ja, ik ben in lab geweest. Ik heb daar één task gedaan. Toen ging ik eruit richting de heartbeat monitor. Dat kan je niet zo snel gedaan hebben, man. Dat kan nooit. Jawel, het was één knopje indrukken. Je weet dat de speed 1 is, behalve 1.25? Ja. Maar alsnog. Ik heb één task gedaan. Dan heb je één task gedaan. Ben je helemaal naar de knop gelopen. In de tijd dat ik één task heb gedaan. Was jouw task in laboratory specimen, Puck? Op dit moment sta ik bij de heartbeat monitor. Ik wou net naar die knop toe gaan. Maar je had één task in laboratory specimen? Eén task in laboratory. Dat ik één zo'n knopje moest aandrukken. En toen ben ik gelijk weer via de linkerkant eruit gegaan. Uit laboratory. En ben ik naar de heartbeat monitor gegaan. Daar ben je best wel sneller. En Ryan? Stond daar wel. Ik was naar laboratory en daar heb ik die task gedaan met dat... in de min en toen die dat zoeken in zo'n universum. Oké. Ja, oké, dat is, zit daar in ieder geval, ja. Zit daar wel, ja. Oké. En toen was het de body. Welke kant ging Duncan op het begin? Ik heb Duncan nog aan het begin helemaal naar Duncan was bij mij. Was het niet gewoon spawn? Hij liep net zeg maar uit waar je die scan hebt zeg maar. En Duncan praat wel weinig. Ik vond het niet. Het is een lijk! Waarom foten we zo weinig, by the way? Ja, ik mocht van jou niet praten, Link! Skip de hele tijd. Ja, dat is ook waar. Zeker waar. Bek aan vast. Oké, loop maar met me mee, dan zie je dat ik het niet ben. Oké, Link is onto me. Maar het was niet heel obvious dat Link onto me was, dus... Ik kan hier letterlijk heel lang op stilzitten, want het is de kaartswipe. Hè? Verdomme, de kaartswipe werkt niet. Hè? De kaartswipe. Hè? Shit, de kaartswipe. Ik ben hier zo slecht in. Broeders, ongekend slecht hier. Oké, nu zijn ze suspicious, maar als ze weten dat de kaartswipe is, dan weten ze ook meteen waarom. Is het zo lastig, broeders? Niet normaal. Niet normaal lastig dit. Ik word hier zo boos om. Dit is zo vervelend. Dit is echt... Weet je wat? Ik geef het op. Ik geef het oprecht op. We gaan lights fixen. Oh, lights is al gefixt. Oké. Ja, wat is dit nou voor onzin? Wat? Ik zag letterlijk het gewoon iemand doodgaan. Ja, die heartbeat. Wat is dit voor onzin? Oké, ik wil eerst even al jullie locaties weten. Weapons. Ik ben nu tussen communication office omhoog gaan lopen richting electrical. Gezondheid. Ryan, waar ben jij? Yeah. Bij die heartbeat monitor. Ik zag letterlijk groen gewoon sterven. Wat? Ja, ik kan vouchen voor Ryan die wil staan. Yes. Oké, self-report. Weapons. Yeah, weapons. Oh, daar. Erwin, waar zit jij? Oh, toe. Ik ben links onderin bij die. Het is dat ronddraaien met dat schipwiel gedoe gebeuren. Ja, dat je het water moet vullen. Ja, fucking irritant. Precies, Pascal, ik ga hem ook niks vertellen. Oké, dan niet. Weet je wat het ding is? Waar was Lijk? Ja. Lights gingen uit, ik loop electrical in, ik fix lights en ik kom buiten en in die deuropening ligt Jeremy. Ik denk echt dat Erwin, de hij is bij O2. Van electrical. Als ik bij O2 ben, dan kan ik niet in die tijd iemand killen en dan sprinten naar O2, vent. Wie heb je allemaal gezien in electrical? Wie waren er allemaal? Ik heb letterlijk niemand gezien, dus daarom... Dus jij was de enige in electrical. Dat is wat je Ryan, ik heb een vraag voor jou. Daarom vind ik het ook zo raar. Iemand die heeft het opgezet om mij verdachter te maken. Ryan. Yo. Hey, hoe snel werd er gereport op het moment dat hij doodging? Echt letterlijk een seconde of zo. Ja. Yeah. Oh, wow. Ja, dan weet ik iemand eigenlijk die genoeg. Heeft echt zo opgezet. Ja, nee, dan... Ja, Ik denk niet Ryan dat was het sowieso niet, doen, dus ik geloof hem wel, te be honest. Ik denk het niet. Anders had je tenminste nog informatie gegeven dat hij nog rechtop stond of zo, weet je. Maar dat zeg je ook niet. Dus zelfreport. Nee, dat niet, Even snel één ding. Echt hoor. Hebben sommigen van jullie ook nog steeds dat met dat kaartswipe dat als geest sneller gaat dan als mens? Geest gaat altijd sneller. Oh my god. Hij flopt echt continu. Hij flopt continu bij mij. Beuken! Beuken! Nou, ik ga je weer proberen.
Ik ga je gewoon weer proberen. Eigenlijk wil ik Link doden. Link is het gevaarlijkste nu. Ah, die stink swipe. Die stink swipe, jongens. Dan ga ik wel even saboteren. Zo stom die swipe, jongen. Niet normaal. God damn it. Oké, okay, ik wil eigenlijk zo meteen teruglopen en dan Link pakken. Oh, dat is in de lights. Ah, nee, dat is te suspicious. Link zal mij te checken. Sowieso. Met scan ga ik niet doen. Dat is de opties. Het is wel dom dat ik zo loop. Oké, okay, ik ga even de rocks erin. Oh, we moeten kills maken. We moeten echt kills maken. Bla bla bla. Ik moet nu echt even iemand killen. Ik moet oprecht even iemand killen. Stabilize is mooi. Kom op. Ik zit echt op een kutplek. Dadelijk krijg ik het gedoe. We moeten daar een double kill doen op die kaart swipe. Omdat ik mijn task niet af heb. Oh. Erwin, jij motherfucker. GG, jij moordlustige moeder. Ja. Erwin, ik had wel zo'n heel klein ik wist dat Rudy donkerbruin was. Vermoeden dat Erwin was. Maar ik zei het nog al, het is dood en het is Rudy, maar niemand gelooft me. Ja, maar ouwe, dat was nul aanleiding. Ik heb Siri geen eens gekillt, by the way. Wat in game. Maar echt die... Laat ik hem nog verdachter maken. Nee, maar jongens, luister. Die kaartswipe. Godverdamme. Ja. Zo, ik val het letterlijk 5 keer achter elkaar. Easy every time. Easy ik, first ik try. Alle flex video's. First try de hele tijd. Hij is zo makkelijk. Nee! Hij is eerlijk, zo makkelijk. Eerlijk, check mijn video's. Ze zijn best wel gebukt. Alright. Lekker. Oh, lekker. Dit is wel een lastige map. Oprecht. Venten is hier echt the way. Venten is hier 100% the way. Iedereen die dit mapje een beetje kent, die vent als een gek. Oké, we hebben Jeremy, Siri, Duncan. Jeremy, Duncan. Jeremy, wacht hier. Dat is waarschijnlijk eerst een map. Jeremy, Siri, Duncan. Erwin, wacht hier slim. Dat is nice. Dan gaan we meteen reacten met z'n allen, toch? Gezellig. Oh, lekker. Wie stond daar eigenlijk? Oh, hallo. Denk we chillen. Oh, oxygen. Oh, lol. Oh, my bad. Oké, kill me niet. Nu ben ik hella sus. I'm hella sus. Ik sluip achter Joost aan. Ik ben vet suspicious. Bonk, bonk, epic. I did it. Goed dat hier geen like ligt, anders was ik echt compleet de zak. Laten we eerlijk zijn. Is Joost hier nog? Joost is de enige hier, hè? Nee, Joost. Ik ga even moorden, Joost. Ik heb geen mes. Mag ik een F in de chat van Link? F. Het is Joost! Helemaal rechtsonder bij Balcony heb ik het lichaam van Link gevonden. Wacht, was Link die dat zei? Het is Joost. Nee, ik was het. Oh, oké. Het is Joost. Nice. Ik wil even één ding duidelijk maken. Ik heb met Erwin gestaan bij Mad Bay. Erwin heeft mij ook in Cafetaria de vending machine zien doen. Ja. En toen bij launch, of in ieder geval helemaal aan het begin, had ik Siri en Pascal volgens mij als suspect. Omdat bij een van de twee Siri is safe. Siri stond bij mij in... Ik had daar geen task, dus niet iedereen had een task waarschijnlijk. Maar het verdachte was... Rudy en ik waren aan een broedieën in... toen ik bij Launchpad... Hey, luister. Toen ik bij Launchpad in de buurt die sabotage aan het doen was... Ja. Toen kwam iets later Siri nog een beetje aanlopen alsof ze aan het hunten was voor kills. Dus daarom vind ik haar een beetje suspicious. Wacht, was jij aan sabotage bij Launchpad? Ze had mij al lang kunnen killen. Ik heb die medscan even gedaan en toen zag ik die oxygen. Maar terwijl ik die scan doen, oxygen. En toen liep ik zeg maar uit en toen liep ik terug. Ik loop altijd terug naar fucking Launchpad om in te worden. Ik heb twee vragen. Ah ja. Waar lag gelijk ook weer? Bij Ik heb geen idee. Nee, ik heb legit geen idee. Ik was er wel bij. Ja, nee, maar had die persoon het überhaupt verteld? Duncan, vertel. Oké, ik heb Puck en Erwin, zeg maar, ik was met Erwin de cafetaria. Ik heb Puck daar nog een beetje zien lopen, verder niet suspicious. Ik vermoed dat het een vent was, en that's it. Meer weet ik niet. Luister nou, jongens, iemand vroeg waar lag de body ook alweer in Rijn? Zei bye, en toen schoot het de meeste binnen. Oh, wacht, is niet verteld. Nee, ik zat dat jullie niet te denken. Ja, maar Duncan had ook even een epic verspreking, want hij zei, ik was bij Launchpad en de sabotage. Wat? Nee, toen er sabotage was. Oh, oké, ik dacht al. Ik zit nu heel erg op Ryan. Ik vind het niet genoeg om te voten, maar ik zit heel erg op Ryan. Ik weet te weinig. Ik skip. Joost is wel heel veel. 10 seconden. 10 seconden. Pascal bij ons in cafeteria. Ja, dat was ik. Wat? Ik was eerst naar admin inderdaad. Ik was met jou in cafeteria. Het is Siri! Luister, Puck en Siri is sus. Joost is een beetje aan het roepen. Ryan is ook een beetje sus. Ik was aan het roepen. Wat? Hoezo ik? Wat? Oké, cool. Het is nu al een beetje een meme ronde. Fair enough. Sorry. Dat ben ik. I'm evil. Kwaadaardige broeder, that's my second name. Je steekt meneer Pascal, I know you want to. Kom, we zijn beide reactor niet aan het fixen, dude.
Oké, dat is best wel legit. Tenzij die echt cool aan heeft. Cool. Gaan we nog die reactor fixen, mannen? Hoe zit dit? Oké, cool. Nou, Pascal, als jij lekker bij mij blijft, want ik heb nu enigszins klein vertrouwen in je, maar je kan me alsnog even met een pinnetje door mijn keel insteken als je toch niks te doen hebt. Ik denk dat nou bij Admin of O2 wel iets te vinden is eventueel. Wat zoeken we? Mountain Dew. Oh, lekker. Oh, lekker. Ik had echt zin in gewoon een flesje obesitas. Daar heb ik echt heel veel zin in. Holy shit. Oxygen. Oké. Je mag me killen via die vent. Aan een mind. 08303. Boep. Oké. Is dit? Andere oxygen zit hier toch? Ik word nu wel gekild waarschijnlijk. Ren! Snel! Met de papieren! Snel! Ren door! Ik weet niet of dit uploads of downloads zijn, to be honest. Oh, lekker. Hey Ryan, kill me alsjeblieft. Totaal niet. Ik vlucht. Hi. Hey Duncan, hey Puck. Wacht, nou ben ik suspicious. Hey Joost. Kom even met me mee, jongen. Oh mijn god, dat is heel kut. Ryan Josiri, oké. Jeremy komt van boven, wat? Oh, hier ben ik heel goed in chat. Oh, look at this. Oh, broeders. 2-9-8-2, zo. Sick. Ik ben gestoord. Ja, ik ben bijna klaar met mijn taskies. Erwin, what's up? Oh, Duncan. Okay. Oh, waarom is er maar één iemand gekillt in? Wacht, wie suspecte? Iedereen heeft zitten bij elkaar, ik denk vandaag. Niemand had Duncan. Duncan suspecte Puck en Siri. Mij en Siri, inderdaad. Ik van jou horen hoe jij bent gelopen de afgelopen 20 seconden. Van wie? Ik weet waar Siri nu is. Ik was Rudy in start. Ik ben nu klaar met mijn taskjes, dus ik was even gewoon mensen zoeken waar wie ik wilde lopen. Wacht, dat vind ik lief. Maar waar ben je dan precies? Is dat een greenhouse of zo? Hij is bovenin. Ik weet niet of het helemaal reactor laboratory is. Ik ben in balcony, Siri. Ja, Siri was net de hele tijd met mij en alleen met Siri. Hoe scherp is je mes, Siri? Waarom heb je Erwin? Waarom heb je Siri? Nee, niet. Erwin, waarom heb je getoeterd? Siri was voor een tijdje in Southwest. Ik heb gecheckt op de doorlok. Laat hem praten. Was het de doorlok, dus dat kan je niet zeggen. Southwest, en opeens gaat North af. Zeg maar, ik heb het bijgehouden waar mensen ongeveer waren. Er was een groepje dat met z'n drieën liep, van Southwest naar Southeast of zo. Het kan wel kloppen hoor trouwens, want Southwest zit in die gang tussen Locker en Communications, toch? Ja, oké, dat waren die drie mensen, die hebben samen gelopen van Southeast. En ik heb Siri heb ik bijgehouden dat ze in Southwest was, aangezien Duncan haar verdachte. Ja. En opeens triggert ze North, in plaats van dat ze Southwest triggert omdat ze die... Dat is toch gewoon... Maar kan ze niet... Verdacht zonder wacht. Reden. Kan ze niet Southwest triggeren met de weg naar boven? Dat is niet zonder reden, Siri. Je kan niet triggeren als je niet vent. Wat? Nee, maar Siri was wel naar boven gelopen, legit. Siri was met mij de hele tijd boven in reactor en in laboratory. Als jij dat ben fout, boven. Vind ik het prima om dit te skippen. De balcony was een grapje trouwens, ik was in greenhouse. Wat? Hallo? Wat? Random. Erwin, waar heb je het over? Dat was een grappig. Oh, okay. Er zijn sensors in de grond en je hebt zo'n bij communication kun je dat checken. Jullie mogen mij in de gaten houden. Ik ga gewoon bij één iemand blijven. Ik ben klaar met mijn task als het goed is. Ja, ik ook. Oké, dan blijf ik. Laten we ze afmaken. Het is echt done. Snel tasken. Lekker tasken. Ik weet niet hoe ik moet verdenken. Oh, ik heb nog één task. Eentje. Oh, lekker. Ik denk dus dat Ryan het is. Oh, ik moet alleen wires doen. Keer drie. Boep. Geen geel. Oh, dan ben ik suspicious als ze me niet goed hebben gehoord. Maar ik word toch neergestoken zometeen. Siri, kom met me mee! Ik ga foutje voor Siri, jongens. Ik vertrouw haar met mijn leven. Dat heb ik vaker gedaan, was een grote fout. Maar ik vertrouw haar met mijn leven, oké? Ik trust haar. Kom met me mee. Puck vertrouw ik niet, though. Jeremy eigenlijk ook niet. Jeremy kwam wel vanuit de gekke plek. Roze naar roze, rood naar rood, geel naar geel, blauw naar blauw. Oké, meltdown. Wie liep naar boven? Was dat Puck? Ja, wacht. Puck is terug. Jeremy bleef boven. Jeremy volgens mij 100% boven. Ik kan het niet eigenlijk... Ah, daar heb je Jeremy. Kan het dubbelkill worden? Er is niemand eruit gevouwd. Ik ben klaar. Ik ben oprecht. Jongens, Ryan, ik zeg ver venten. Ik heb Jeremy zien venten. Wat? Jongen, dat is bullshit. Ik liep met jullie. Bro, nee, dat Ryan, is niet waar. Nee, oké, luister. Ik heb een report. My talk. Ik was in de reactor. En toen zag ik Erwin binnenlopen en Ryan volgens mij. En vervolgens ging ik dus zeg maar naar de rechterkant en Erwin ging naar die andere kant. Dus we hebben die ding gedaan, dus ik loop terug en in één keer zie ik daar Erwin dood liggen met Ryan recht op die fucking body. Maar ik heb dat ding gefixt, okay, wat?
Heel leuk, maar jij hebt een vent. Wacht, zijn dat twee kills gemaakt? Dood. Wie de fuck is anders? Want die vent die is aan de andere kant van de map. Of van de ding. Die de vents zijn overal connected. Die is best wel in de buurt. Maar jongens, jullie waren aan de linkerkant. Daar. Mijn zus is Jeremy en Ryan. Ja, kunnen we sowieso nu alvast Jer eruit stemmen? Hoezo? Ik liep letterlijk in jullie reet. Ja, maar daarvoor niet. Ik liep terug en ik zag jou in die vent springen in Decontamination. Oké, Jeremy. Kinda sus. Jullie mee. Ik denk Jeremy en Ryan. Ik liep letterlijk bij jullie. Ryan 100%. Jullie zagen ik ga met jullie meelopen. Oh, oeps, ik heb geschoten. Hou Ryan maar in de gaten. Wie stemmen we? Ik nee, heb gewoon een staan. Jeremy. En daarna hoezo Pup suspect mij? Voor fucking niks. Omdat ik je heb zien venten in de decontamination. Of het is Puck. En Puck loopt gewoon echt. Jongen, Rudy was daar toch ook? Jeremy wel. Wel gezellig spel. Waarom foto met één keer op Jer? Terwijl ik letterlijk de body heb gereport. Helemaal niet. Ryan erop. We gaan nu gewoon, ik ben klaar met mijn task, okay, dus we gaan nu gewoon lekker plakken. In de gaten. Wie ja, moet nog, wie moet nog? Één task en dan ben ik klaar. Oké, okay, cool. Nou, Pascal, durf je ding. Blijf lekker bij Pascal plakken, Siri, kom maar. Jeremy komt sowieso vanuit de gekke hoek. Er kan nu een stack kill plaatsvinden op Light. Dat is wel een coole move. Oh, wie is al dood? Siri, Ryan, hey Ryan. Waar is Pascal? Nee, nevermind. Ja, ik ben klaar. We gaan de win this. Er komt nog even een grudge kill, waarschijnlijk. Het kan net zo goed Pascal zijn hoor, maar Pascal had me wel echt hard kunnen killen bij Balcony. Ja. Alright! Oké, wacht, ik wie heb... was het? Oh, je hebt gereport, Puck? Oké, nice. Praat jij maar dan. Wat? Volgens mij was het Ryan. Nee, ik denk dat ik het was, man. Er liepen allemaal mensen daar. Ja, het was sowieso Rudy. Oké, okay, fout Rudy. Laten we eerlijk zijn, ik was het. Oh, fuck, nee. Dit is heel dom. Ik heb op mezelf gestemd, maar nu kan hij op mij stemmen en dan is het 2 versus 2. Kut, sorry. Oh. Gaan we dit serieus doen? Jongens, okay, het was een grap. Stem maar op Ryan. Ryan, stem even op jezelf. Doe me een pleziertje. Je bent gemute. Oh, ik heb gewoon op mezelf gestemd. Was het Ryan of was het Puck? Nee, Rudy heeft hem echt overnuidig gekillt. Nee, je zag dat mesje zo tjoek tjoek. Luister. Luister, ik heb gewoon op mezelf gestemd. Ik zei dat ik het was. Je bent een messen-expert. Je weet hoe die messen werken. Je zag Rudy het echt doen. Ik was zo gefocust op het mes dat ik niet de modder zelf zag. Luister. Rudy klinkt toch ook gewoon als imposter? Het boeit niet. Het boeit niet. Weet je waarom? Ik maakte de grap dat ik het was en op mezelf stemde dat het zo obvious Ryan was. Dus het wordt nu 2 votes tegen 2 votes. Tenzij Ryan op zichzelf stemt. Nee, dit is goed. Oké, mooi, thanks. Ik dacht even dat ik hem daar trode. Fuck it. Good game, stel Ryan. Dat het game nu niet voorbij is. Man, unmute. Op een gegeven moment dacht ik gewoon van... Ah joh, fuck it, we gaan gewoon iemand killen, maakt mij. Ja, bro, what the fuck? Ja. Nou, ik dacht Pascal, misschien als ik op het lijk zo goed precies ga staan, dat je het dan niet ziet. Weet ik veel hoe slim Pascal is. Te moeilijk ik met zag je Ryan. Is wel zo van... Hé hey, broeders, blijf klikken op die like-knop als jullie meer Among Us video's willen zien. Laat ook een toffe comment achter. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Volg me ook op twitch.tv/Rudy, want ik stream deze game ook live. En dan zie ik jullie hopelijk morgen in een nieuwe aflevering van Among Us.